Welkom in Content Veen. Een tijdje geleden had Fred de Robot al zijn mislukte voorgangers uit de kast gehaald en in het lab geplaatst. Nu was ik even een dag of twee op pad om wat nieuwe blokken te verzamelen, maar toen ik terugkwam kon ik mijn ogen niet geloven. Fred heeft alle robots aan de praat gekregen en ze verspreid door mijn kasteel. Ik hoorde dat als we geen 7000 likes halen op deze video, alle robots kwaadaardig worden en mijn stad gaan overnemen. Jongens, het is ook niet te geloven, hè? Ik ben heel eventjes weg geweest. En kijk nou wat daar staat. Oh mijn god. Wat heeft Fred uitgespookt in de tussentijd dat ik ben weg geweest? Oh. Ik ga even met ze praten. Maar voordat ik dat ga doen... Kijk. Abonneer. Reageer precies dit. Ik, en aan jouw naam, ben geabonneerd en ben er trots op. Wat heeft dit nou weer te betekenen? Hallo? Is een van jullie verantwoordelijk? Wie is Fred? Ben jij Fred? Nee, je bent Fred niet. Fred zal nooit met de zwaard staan. Hallo. Fred, ben jij dat? Nee. Oh, en wie ben jij? Mijn naam is Tim. Tim, oké. Nee, ik speel even mee. Tim, waar is Fred? Fred is onze leider. Ja, dat had ik door, want Fred heeft jullie volgens mij hier neergezet. Vorige aflevering toen... Nou, weet je wat, dat kan ik wel aan jou uitleggen, maar dat... Waar is Fred? Waar is hij? Fred is geweldig. Nee, ik vind hem zelf wel, dankjewel. Ben jij Fred? Hallo? Goeiedag, Fred. Wat heeft dit te betekenen? Hoi. Fred, leg eens uit. Ik ben geen Fred. Fred is de almachtige. Mijn naam is Bob. Oké, Bob. Excuus. Hey, weet je wat? Ik ga gewoon naar Frederik's huis, jongens. Oh mijn god, daar staat er nog één. Oh nee, daar ook één. Nee, ik dacht dat hij alleen de poort had gedaan. Nee. Nee, daar staat er ook één. Nee, Fred, wat heb je allemaal gedaan? Oh nee, hier ook. Oh my days. Er staan overal robots. Fred. Jongens, als je het afvraagt, hier is even een flashback naar vorige aflevering waarin Fred zijn leger heeft gemaakt. Oh nee. Nee, Fred, wat heb je gedaan? Oh, jongens, wat heeft Fred gedaan? Fred... Oh, mijn god, wat is hier gebeurd? Oh, nee, wat heeft Fred gedaan? Oh, Frederik gaat zo boos worden. Fred, wat heb je gedaan? Fred! Hoi. Wat heb je gedaan? Wat heb je met je huis gedaan, Fred? Of met Frederik's huis? Ik ben geen Fred. Fred is de liefste, de mooiste en de knapste. Ik ben ook al geen Fred. Ik wil je nou vragen, maar het zal wel weer iets als Mark zijn of weet ik wat. Nee. Nou? Bob. Maar dan achterstevoren. Oké, Bob, dankjewel. Fred! Oh, wat is hier gebeurd? Weet je dit... Oh, mijn god, er is daar een axolotl ook. Nee, meerdere zelfs. Het is roze beneden. Fred, wat heb je gedaan? Frederik's huis. Het is helemaal verfred. Oh, mijn god, waar zijn je hier beneden? Kom maar aan, Fred. Au. Even kijken. Oh, mijn god, alles loopt rond. Nee. Justin en Max lopen vrij. Allemaal... Er zit blauw hieronder. Fred, waar ben je? Wat is hier gebeurd? Oh, hier is nog wel de... Hoi. Oh, mijn god. Fred, ben jij het? Ik ben Fred. Ja, Fred. Kom maar, wacht. We gaan even naar je moestuintje. Wat heb je gedaan, hé? Oh mijn god, je hebt nog meer in de... Oh nee, je hebt er nog meer staan. Oh, je gaat deze toch ook niet allemaal boven zetten? Die zijn reserve. Die zijn reserve. Fred, wat heeft... Wacht, kom even met me mee naar boven. Fred, waarom staan er overal robots? Dan gaan Bob en Bob andersom en Tim. Waarom staan ze allemaal door me? Wat is er gebeurd? Voor jouw veiligheid. Voor mijn veiligheid. Je weet dat ik op zich mezelf kan beschermen? Nou, blijkbaar niet. Een of andere Teletubby was hier al. Ja, dat was Julian, oftewel Po inderdaad. Dat was inderdaad een Teletubby. Maar hij is weg, die heb ik vermoord. Heel duister eigenlijk, maar... Nee. Zo nee. Die zat beneden in de watertank, dat weet je zelf ook. Ja, oké. Okay. En ik moet trouwens... Mag ik dat skelet nog pakken, of...? Nee. Ik ga niet eens vragen waarom. Hé, hey, maar Fred, ik vind leuk al die robots, maar... Oh, er is daar zo'n eentje cake lekker aan het eten. Maar ze gaan niks geks doen, toch? Ze staan maar een beetje te staan, of... Ik heb ze geprogrammeerd dat ze jou gaan helpen. Met? Alles. Alles. Dus als ik nu zeg, ga steen hakken, dan gaan ze steen hakken. Dat zou kunnen. Bob, ga steen hakken. Nee. Fred, hij wil helemaal niet steen hakken voor me. Nee. Oké, ik snap er echt niks van. Moet ik het maar gewoon vertrouwen dat ze hier staan? Of... Oh mijn god. Weet je, vindt Frederik dit wel leuk wat je met zijn huis gedaan heeft? Mooi. Kleurrijk. Ja. Hou ik van. Dat snap ik. Hey, jij mag daar wonen. Prima. Maar wil jij voor mij Berend en Berendine naar boven brengen? Of je laat Bob het doen of een of andere robot van je? Dat ze eventjes terug naar hun huisje worden gebracht. Ja,
Akkoord? Deal. Deal. Dan krijg jij van mij... wat wil je? Wil je er iets voor terug? Nee. Ik ben Fred. Ik help jou ook. Ja, prima. Oké, Fred. Ik ga even kijken waar je allemaal robots hebt neergezet. Want ik zie er echt ontzettend veel. Wat zijn ze aan het doen? Deze lijken wel... Oh, deze zit aan het bijtje. Ja, is een mooi bijtje, of niet? Best wel. Ja, hoe heet je? Flip. Flip, oké. oh, ik zie Fred ook gewoon niet meer. Die is inmiddels weg. Jongens, wat is er gaande? Er staan overal door mijn basisrobots. Letterlijk overal. Ik gok ook in mijn kasteel. Ik ben heel eventjes weg geweest. En dan is dit er ineens. Ik denk dat het ook erger wordt. Hé, dit huis is wel vet. Dit is van zijn nieuwe inwoner, jongens. Zeg nog even lekker niet wie. Oh, maar hier staan ze ook weer. Niet te geloven ook, hè. Wat is deze? Zijn ze naar mijn post te kijken of ik post heb? Is nee. Van... Hoe bedoel je nee? Je hebt geen post. Oh, top. Dankjewel voor het mededelen. Hoe heet je? Post. Jongens, ik ga er niet eens moeilijk om doen. Hallo meneer de bewaker, goeiedag. Hallo meneer de andere bewaker, goeiedag. Oh. Jongens, laten we maar tot de orde van de dag komen. Ik denk dat we gewoon even de robots die overal staan hun ding moeten laten doen. En gewoon moeten laten staan. Misschien dat ze af en toe verplaatsen, wie weet. Kijk, daarboven staat er ook. Ik voel me wel een beetje bekeken als ik dan hier zo op mijn troon zit. Zo voel ik me wel een beetje bekeken. Oké, jongens. Terwijl al die robots hier staan, gaan wij natuurlijk gewoon verder. Waar ik aan dacht, is om misschien dit hofje eindelijk een keer te maken. Of zelfs dit gedeelte beneden hier. Dit hofje heb ik best wel snel gedaan waarschijnlijk. En dit hier wil ik misschien met een leuke timelapse maken. Dus dat kunnen we gaan doen. Hele goeie. Ik bedoel, ik wil hier denk ik een boom in het midden hebben. Wat gras gewoon. Echt wat... Een beetje een soort koninklijk tuintje of een hofje. Een beetje zoals ik daar in het midden, als je mijn poort binnenkomt, ook heb natuurlijk. Post. Hé. Hey. Post. Fred. Post. Ja. Hoezo post? Ben jij post? Ja. Wat is de post? Geef het samen. Post. Oké, ik loop met je mee. Prima. Post. Prima. Post. We gaan heen. Ja. Post. Rustig. Kom terug. Fred of post, wie is dit? Hallo. Kom eens terug. Oh! Oh! Wow! Berendina en Berend! Je hebt ze teruggebracht voor me! Maar ze zijn baanloos, maar dat vind ik eigenlijk niet erg. Ik moet ze wel even een baantje geven weer. Maar dat fix ik wel. Damn! Dankjewel, Fred! Hallo, ik ben Fred. Fred, ik heb al een beloning voor je. Kom maar even mee. Oké, ik heb een hele leuke beloning, denk ik, voor je. Ik moet even kijken. Ik heb een nieuwe wenteltrap gemaakt, die kan ik misschien gebruiken. Mooi, heel mooi. Hou ik van wentel. Als jij even hier... Daar, als jij even hier wacht, dan ga ik het voor je halen, oké? Hallo, oh, maar deze, ik dacht dat het in het echt gebeurde. Ik denk, wat hoor ik nou? Maar het is bij jou. Telefoon. Welke telefoon? Je hebt niet eens een telefoon. Je bent welke telefoon, Fred? De telefoon van Fred. Oké, neem hem op, zou ik zeggen. Oké. Hallo? Oh, nee. Frederik, ben jij dat? Ja. Ben ik, ja. Oh, wacht. Oh, mijn god. Hoe hoor ik jou via Fred? Met de telefoon. Ja, joh. Hey, wat heb jij hier met die raket gaan doen? Ik had gebeld. Ik had natuurlijk geen gedag gezegd. Nee, je was ineens weg. Met een raket genaamd de Kaboom 3000. Dat klopt. Trouw. En wat ben je daarmee van plan? Nou, heel raar om trouwens zo tegen je te praten, waar ook Fred voor me zie staan. Ja, Fred is van mij. Maar daar komen we zo. Oké. Okay. Ik ben met mijn raket bijna bij de plaats van bestemming. Oh nee. Oh. En dan gaat het gebeuren. Dan gaat alles nee, dit ga ik allemaal niet zeggen. Tegen Fred. Fred. Frederik. Hey, waarom bel je? Ja, Fred is voor jou leuk, maar je hebt Fred achtergelaten. Dat klopt, maar dat heb ik ook niet voor niets gedaan. Ik heb het gedaan om jou ook in de gaten te houden, maar okay. Ik zie in mijn programma dat hij wat dingen aan het doen is wat niet helemaal klopt. Ja, en, Fred is zijn eigen leven aan het leiden. Ik keek even naar beneden en ik zag ook allemaal groen. Het klopt niet. Dus, nee, hij is van alles aan het doen. Ja, maar je moet weten, hij kan niet alleen leven, want hij is gewoon van mij. Oké. Okay. Want... als ik zeg, als ik even wat ga typen nu, even kijken, hashtag 54 sla. Ah, Jesus, ik schrik me gast, ik schrik me helemaal kapot. Ja. Hoezo kan jij Fred controleren? Een beltje vooruit. Oh, 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 oh. Links. Ja, links, duidelijk. Rechts. Links. Oké. Okay. Rechts. Ja, rechts. Links, spring achter. Achter, zei ik, Fred. Ja, ja. Fred staat tegen wat aan. Ja. Dat weet ik. Ik zie de parkeersensoren afgaan. Wacht, kom even hierheen. Dus,
Ik wilde even zeggen dat ik het hier niet blij mee ben. Nee, dat snap ik. Maar ik kan er ook niks aan doen dat Fred ineens zijn eigen leven leidt. Nee. Ik ga extra beveiliging op Fred plaatsen. Ik ben er klaar mee. Extra beveiliging? Dus daar, ik ga dat gewoon doen. Dus geef me even de tijd. En... Klaar. Frederik, wat heb je gedaan? Ik ga ophangen, ik spreek je. Tot ziens. Oh, ik haat Frederik zo erg, jongens. Echt. Hallo. Fred? Ik ben Fred. Fred, wat is er met je gebeurd? Ik ben Fred. Ik heb Fred. Waarom kijk je zo rood? Ik ben boos. Oh. Nee, hey. Fred, nou even dimmen nou. Even je dingen wegdoen, alsjeblieft. Het zwaard. Boos. Nee, boos. Fred? Ik ben boos. Niet Fred. Boos. Fred? Boos. Ik ben een beetje bang. Jongens, wat is er gebeurd? Fred is ineens boos met zijn robots, andere robots. Oh, natuurlijk, die heeft Fred zelf geprogrammeerd. Oftewel, die worden niet zo hergeprogrammeerd zoals Frederik dat bij Fred heeft gedaan. Maar waar is Fred? Oh. Oké, jongens, ik denk dat we een probleem hebben. Frederik die heeft in de ruimte, want hij is natuurlijk met de raket omhoog gegaan, heeft hij Fred overgenomen. Waardoor Fred nu rode ogen heeft en een soort van extra beveiliging heeft. Dat kon hij allemaal blijkbaar van afstand doen. Maar ik denk dat we snel iets tegen deze robots moeten doen voordat deze ook allemaal zo... Zoals Fred worden daar. En ik denk dat we een beetje, een probleem hebben met dit nu. Oh mijn god, hij is ook gewoon aan het ronddwalen door mijn kasteel nu. Jongens, ik denk dat ik Fred heel even met rust moet laten. Eerst misschien dat de beveiliging dan vanzelf weer afgaat. Dat Frederik dan weer zegt, er gebeurt niks meer nieuws. Dus het kan wel weer zoals het normaal is. Kijk, wat is hij aan het doen ook? Ik snap het allemaal niet, jongens. Oh. Maar goed, laten we even goed dit plan even hier uitvoeren. Laten we beginnen met... Fred, wat doe je? Boos. Piep, piep. Boop, boop, piep, boop. Jij ook boos. Oh, nee. Heeft hij nou serieus ook boos gemaakt? Oh, hij is boos. Oh, nee. Oh. Jongens, wat heeft Frederik gedaan? Hij heeft alle robots boos gemaakt. Oh, mijn deze. Kijk hem. Ben je ook boos op me? Ik ben boos. Prima. Wees boos, maar doe nog steeds alsjeblieft klusjes voor me. Maar goed, dat even tezijde. Laten wij beginnen met dit gedeelte hier. Laten we eerst beginnen door het grasveldje eventjes een beetje mooier te maken. Dat ga ik doen door de mos doorheen. Oh, trouwens, ik weet niet waarom ik het moeilijk doe. Ik kan gewoon letterlijk zo doen. Hier en dan boommeel erop, volgens mij. Ik heb hier boommeel. Als ik dit nu zo doe... Ja, hier, kijk, dan wordt het al zo. Maar ik wil het niet helemaal vol met dit hebben. Ik wil er wel gras doorheen blijven houden. Oké, laten we het eerst heel even allemaal vermossen, is dat een goed woord? En dan al het gras zo ver weghalen. Het heeft zelfs helemaal mijn steen hier verpest. Ik dacht dat het alleen dirt en gras zo zou doen. Maar als je mos blijkbaar voorplant, dan infecteert het ook gewoon je steen. Nou, nu doen we er gewoon weer wat gras doorheen. Om er toch een soort mengelmoesje van te maken. Ik weet niet of ik het mos heel leuk vind. Het is een beetje random. Het is een beetje te gifgroenachtig. Dus daar moet ik nog even over nadenken. Zien als ik er nu overal boomiel een beetje op plaats. Moet ik oppassen dat ik niet op het ding is toe. Oh, ik heb geen boomiel meer. Dat meen je. Ik wil gewoon dat als ik... Jongens, weet je dat ik gewoon wil dat mijn interieur van mijn kasteel helemaal af is op een gegeven moment? Hier staat ook robot trouwens. Want dan elke keer als ik er doorheen loop, dan krijg ik gewoon een veel vrolijker gevoel dan dat ik nu krijg. Nu krijg je zo'n... Ja, het is toch redelijk leeg. Dus je krijgt niet echt het beste gevoel dat je kan krijgen, weet je? Oké, in ieder geval, ik wil een boom in het midden. En dan echt een custom boom ook. En niet eentje die gewoon leuk gespand is zoals het Minecraft zelf doet natuurlijk. Niks mis mee, maar zo'n boom wil ik niet. Ik wil wel een leuke custom boom. Helemaal zelf gemaakt. Zelf in elkaar gezet. Dat is denk ik het leukst. Kijk, daar hebben we de stammen al een beetje. Dan moeten we nog wat takjes eraan maken. Zo. Hier eentje. Hier eentje. Zo. Oké. Dan hebben we het hout ervoor geregeld. Ziet dat er leuk uit? Ja. Je zou zeggen, het ziet er toch gek uit. Maar nu moeten de blaadjes er nog omheen. En die gaan het mogelijk leuk maken. Ik vind het wel moeilijk. Bomen maken, jongens, is een van de moeilijkste dingen, vind ik, in Minecraft. Echt een goede, mooie, natuurlijke boom. Vind ik veel moeilijker dan een huis maken. Echt waar. Maar we gaan mijn best doen om het goed te laten lijken. Wat leuke details. Details er nog op plaatsen, zoals dit. Een trapdoortje hier en daar. Om een beetje af en toe wat dingetjes af te bakenen. Zo bijvoorbeeld.
Dan ga ik toch alle chaos hieromheen weghalen, want daar ben ik het nog steeds niet mee eens. En het mos helaas ook. Ik heb echt voor niks al dat mos geplaatst. Maar hey, soms moet je akkoord gaan met wat je iets gedaan hebt, dat het gewoon niet mooi is en dat je het moet vervangen. Ik wil namelijk wel veel georiënteerder hebben. Dit zag er allemaal te random uit, te chaotisch, alsof het zeg maar een tuintje was in the middle of nowhere. Maar nee, dat zit midden in het kasteel. Dus dit tuintje moet echt dagelijks onderhouden worden, althans zo moet het eruit zien. Als je hier een tuinman rond hebt lopen die dit allemaal dagelijks onderhoudt, weet je. Zo moet het ogen. Oké, kijk, het ziet er in ieder geval iets georiënteerd, wat wil ik zeggen? Iets beter uit, gewoon laten we het maar beter houden. Sorry jongens, ik heb een heel druk weekend gehad, ik ben best wel moe. Dat is serieus zo, en ik heb ook echt last van mijn keel. Je hoort het gelukkig niet, maar mijn keel doet pijn. En mijn bosjes zijn op. Dus laten we even een schaar pakken, want ik weet dat ze ook niet meer in mijn kist liggen. Dus laten we even een schaar pakken. Die heb ik hier liggen, hier heb ik scharen, Ik heb geen scharen, ik heb wel nog die trident. Die is wel leuk. Kijk, op avontuur ga ik die gebruiken. Nou, we kunnen zo een nieuwe schaar maken. We maken er gewoon twee zelfs. Twee keer een schaar, hoppakee. Gaan we eventjes naar de verte vliegen. Oh, we moeten ook nog Beren te Beredina trouwens terug naar huis brengen, jongens. Die wonen voor, als je het niet weet, hele oude, wat oudere komt uit veen afleveringen. Die wonen hier, in dit huis. Maar goed, dat is een probleem voor de toekomst. We gaan heel eventjes wegvliegen over de bergen hier naar de mansion die hier zit. Kijk, dit zijn oude afleveringen. De laatste keer dat ik hier ben geweest, jongens, is zo lang geleden. Ik heb hier ook in principe niks meer te zoeken. Het is wel een hele mooie plek, moet ik zeggen, voor iets. Gewoon voor een basis of zo. Maar ja, ik heb natuurlijk al een basis. Kijk, hier staat ook de Netherportal op dit mooie plekje hier. Maar ik ben hier puur heen gevlogen omdat ik dan even wat bomen kan hakken. Mijn schaar kan gebruiken voor nieuwe blaadjes. Ongeveer hier. Zodat ik niet het bos naast mijn kasteel mee verpest. Kijk, hier kan ik gewoon tekeer gaan als een malle. Dat ik gewoon lekker zo doen. Ik hou ervan om de omgeving naast mijn kasteel netjes te houden. En hier maakt het me echt geen reet uit. Zo, we hebben genoeg, jongens. We hebben hier behoorlijk wat. Ik ga niet tellen. We hebben in ieder geval genoeg. Dat komt op neer. Laten we terug naar huis vliegen. En verder gaan met ons tuintje. Want ik heb een tuintje in mijn hart, maar alleen voor jou. Sorry. Ja, daar zijn we weer. Dit is toch veel mooier dan een mansion, jongens, dit. En hoppa, kijk. De boom staat leuk hier. Ik denk dat ik hem wel goed vind. Dat ik wel tevreden ben. Oh, van deze kan nog niet. Die is hier een beetje random nog. Zo, nu is hij iets breder. En dan hier zo. Dan wil ik die composters hebben. Maar daar heb ik niet genoeg van. Misschien kan ik barrels gebruiken. Kijk, dat ik ze maar zo doe. Zo. En dan daar dit opzet. Hoppakee. Jammer dat deze deur... Kijk, jongens, dit zit net niet in het midden. Maar dat kan ik niet doen. Omdat ik deze deur kan ik met geen mogelijkheid opschuiven. Want kijk, het zit één blokje... Vervelend gewoon. Het zit één blokje net niet goed. Heel jammer weer. Maar hè, we leven ermee. Dit zit gewoon in principe net wat anders. Dan wil ik hier denk ik toch een soort pad maken. Dat een beetje er doorheen loopt. Niet te wild, niet te dun, niet te dik. Zie ik, mijn stem begint ook al een beetje op te geven. Zo, en dan denk je, nu is het gras weg, wat nu dat nou? Maar kijk, wat Slimme Max nou eens gaat doen vandaag. Slimme Max gaat er wel gewoon... Oh mijn god, daar moet ik mee oppassen, want kijk, doe ik weer dit. Slimme Max gaat er gewoon alsnog weer gras tussen doen. Zo, dit ziet er leuk uit. Gewoon heel subtiel en niet echt een pad, maar wel een soort van... Toch een pad. Ik zei dat ik het heel netjes en georganiseerd wilde, maar dat begint het telkens wel weer minder te worden. Maar dat kunnen we misschien fixen met een paar bloemetjes die wel echt op dezelfde plek staan allemaal. Maar hier één, hier één, hier één en hier één. Een beetje symmetrie eraan toevoegen. Dan kleine rooien ernaast, zo. Hoppakee. Heb ik gras? Los gras gewoon? Nee, hè? Dat moet je met een schaar doen, zeker. Nou, dat doe ik wel met boommeel, joh. Dan zeg ik wil alleen gras plaatsen. Kijk, zo. Ik slaap wel gewoon de bloemetjes die ik ervoor terugkrijg. Ik wil alleen klein gras. Ik wil geen hoog gras en geen bloemetjes. Oh, maar deze. Ja, zo ja. Weet je, ik ga het wel gewoon fixen. Ik heb laag gras nodig. Dit was veel te veel moeite. Kijk hoe ik dat ga fixen, jongens. We plaatsen hier even allemaal boommeel zoals dit. Waardoor er heel veel gras ontstaat. Zo. En dan gaan we met de schaar. Gaan we alles weer slopen. Maar daardoor krijg ik allemaal letterlijk los gras in mijn inventory. Dat heb je bijna nooit. Heel gek vind ik het eigenlijk ook om weer in mijn inventory te hebben. Maar dat kan ik wel netjes plaatsen zometeen. Zo, kijk, dan kunnen we dit gewoon leuk hier plaatsen. Ik wil letterlijk namelijk alleen maar laag gras hebben en niet hoog gras. Laag gras is namelijk verzorgder dan hoog gras. Aangezien het echt... ga je het natuurlijk gewoon maaien. Dus wil je ook dat het laag blijft. En dat hebben ze hier ook gedaan. Er vliegt een mug. Ik zag een mug. Ik heb hem. Ten koste van mijn headset. Die is eruit geklapt. Nou, ik vind het er serieus wel leuk uitzien op deze manier. Overal een beetje gras, overal een beetje weet ik van wat. Ik ga er geen deur tussen plaatsen, want dat ziet er weer net te viezig uit. Normaal zou ik dat wel doen, maar ja, zoals ik zeg, ik wil gewoon geen viezigheid. En nu kan ik leuk bijvoorbeeld bloemetjes ook erbij plaatsen. Of een bloempotje. Even kijken hoe en waar. Nou, trouwens, skip dat. Geen plek voor. Dan kan ik er nog wat leuke extra toevoegingen doen, zoals wat barrels en weet ik wat allemaal gewoon plaatsen. Een beetje leuke details mag wel, hè, jongens. Voor sommigen is een lever hier
hier vind ik eigenlijk wel leuk als ik die zo plaats als dit. Oog misschien een beetje gek, maar ik weet niet waarom. Het is gewoon random detail. Carpets gaan we niet plaatsen hier. Dat wil ik niet. Ik wil geen carpets op de vloer hebben. Dat wil ik lekker steen houden. En denk dat ik het eigenlijk zo wel mooi vind hier. Als in goed genoeg, weet je? Wat zou ik hier nou nog toe moeten voegen? Oh, het plafond. Dat zie ik nu ineens heel goed. Wacht. Heel scherp van mezelf. Soms moet je jezelf een beetje complimentje geven, hè, jongens. Hier, kijk, zoals hier is steen. Steen, allemaal plafond. Maar als je dan hier komt, heb je nog een houten plafond. En dat klopt niet helemaal. Dus laten we die gelijk maar eventjes mooi afwerken, zoals dit. Zo, dat is ook weer netjes gedaan, zoals jullie nu kunnen zien. Deze gang hier is ook helemaal nog niet mooi. Mooi, jongens. Dit ziet er toch niet uit? Wacht, laat ik even wat spullen... Ik wil zeggen netjes sorteren, maar ik dump het even snel in deze kist. Zo. En dan even kijken hoe ik dit wil doen. Want het ding is, deze muur hier, jongens, die zou er gewoon technisch gezien uit kunnen. Want kijk nou, wat maakt dit nou uit? Sorry, ik ga dit even slopen. Dat heb ik een keer voor een lifehack video gedaan. Maar deze zou er gewoon echt uit kunnen. En dan zou ik hier een iets groter kamertje van kunnen maken. Of ook een doorgang. Daarheen. Dat is het mooie eraan. Ik denk sowieso dat ik dan toch deze muur hier dicht wil hebben. In plaats van één grote ruimte van. Om een beetje de indeling iets logischer te maken. Hoe ziet dat er dan uit? Oh, dat ziet er nog niet eens zo verkeerd uit. Dat daar ineens een muur zit. Geeft het iets meer mogelijkheden. Kijk, dan kan ik dit rare hoekje hier. Kan ik ook een keertje gewoon fixen. Het zit een beetje gek namelijk, dit hoekje hier. Althans, nou, ik weet het niet. Ik vind het moeilijk. Ik heb in één keer een heel gek idee, jongens. Maar die gaten hier in de muren zijn leuk. Natuurlijk. En deze zit perfect in het midden. Die niet. En die ook niet hier. Dus wat nou? Oké, wacht even. Ik ga deze even aanpassen. Oké, jongens. Hoe ik het nu gedaan heb, ben ik wel tevreden mee. Ik heb de doorgang hier even wat anders gemaakt. Dat is nu perfect in het midden. Zo. Waardoor je netjes door kan lopen en niet denkt van, hé, waarom zijn er twee van die grote ingangen? En hier heb ik er eentje afgesloten. En de ingang een beetje, ja, die trouwens gelaten. Hier heb ik niks mee gedaan. Waardoor ik nu deze muur weg kan halen hier. Dat begin ik sowieso al even mee. Dit kan namelijk nu één gedeelte worden. Dit was het oude huis van... Wie woonde hier ook alweer? Oh ja, Barry de Blacksmith woonde hier vroeger. Nu niet meer, Barry. Dat zijn oude tijden. Tijden veranderen. Oké, dan is dit nu open. En even kijken wat ik er nu mee wil. Dat is namelijk nog best wel een dingetje. Ik haal dit wol sowieso even weg om mezelf even een beetje te oriënteren. Zo, oké, dit moet ik heel even laten staan, want hier zit allemaal armor in en zo. Gaan we de muur hier een beetje uitbreiden. Oh, wat is dit gek om dit ineens op deze manier te zien. Dan heb je hier een doorgang van 1 of 2 dik. En dan er tegenover heb je ook de doorgang van 2 dik hierheen. Zo. Ah, je moet eentje hoger. Sorry. Zo, hier. Waardoor je hier uitkomt. Ja, ik denk dat ik dat leuker vind. Ik denk dat ik het op deze manier net wat leuker vind, jongens. Dan heb je het kasteel toch nog een beetje opgedeeld in meerdere gedeeltes. In plaats van dat je als je hier op de troon zit, die trap daar kan zien. Want dat vind ik een beetje een rare plek. Dat je vanaf de troon de trap naar boven kan zien. En je kan wel een mega lange gang helemaal hierheen zien. Oh, dat is wel gaaf. Als je aan de andere kant van het kasteel staat, hier, dan kan je helemaal de troon zien. Dan kan je zien hoe ver het eigenlijk is. Maar hij zit hier in het midden, dus ik ga hem dichtmaken. Net helemaal leuk verteld hoe leuk ik dat vind. Maar dit moet toch dicht hier. Het mooie is dat ik dit muurtje hier dan ook gelijk kan gebruiken voor een leuke decoratiemuur. Om misschien bijvoorbeeld nog net zoals hierboven... Even kijken. Ja, daar. Wat armor stands te plaatsen, weet je? Hier. Ik kan namelijk weer zo pop 2 in het midden doen. Of zelfs wat hoger zetten. Ik denk dat sowieso wel leuk is. En dan wordt dit ook nog een beetje gebruikt voor mijn gevoel, weet je? Dit gedeelte. Hier, als ik dan de carpet ook nog zo laat lopen hierheen. En natuurlijk hierheen. Ik heb alleen niet genoeg carpets, helaas. Erg spijtig, weer. En Nathan heeft nog niet zijn winkel bijgevuld, jongens. Die stinkt, Nathan. Die moet even bijvullen. Dan plaatsen we dit op deze manier door. Oh, dit gaat lijp worden, jongens, dit plafond. Ik zie het nu al helemaal voor me. Let op. Dit kunnen we serieus heel netjes fixen. Zo, dat ziet het plafond er ook weer netjes uit. Hoppakee. Dan kan ik mooi... Ik ben trouwens één ding nog vervangen voor cobblestone. En dat is... En... Kom er net niet bij. Zo, kijk, dat is een beetje praten is moeilijk. Verspreid bedoel ik. Jammer dat ik hier echt geen ik had hier zo graag een doorgang willen maken. Maar dit is ook prima hoe het nu gaat. Dat je hier zo heen moet lopen en dan daar terechtkomt. Nee, skip deze doorgang, die maken we niet. Zo, maar goed jongens, ik wil dit heel graag verder maken. Maar ik merk aan mijn keel en mijn stem dat het gewoon echt niet verder moet. Dat ik nu moet stoppen. Hij doet je echt gewoon behoorlijk pijn. Als je tot dit moment in de video bent gekomen, reageer even. Inda. .nl Vergeet ook niet, zeker niet te liken. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Wow, mijn stem, die kwam er helemaal niet doorheen. Sorry dat hij misschien wat korter is of wat minder progressie. Ik bedoel, we hebben alleen de tuin hier letterlijk gemaakt. En een stukje van het, de binnenkant hier aangepast. En er staan overal robots. Maar voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Kijk nu lekker de vorige content veendeel. Want als je iets gemist hebt, moet je gewoon deze kijken. En dan ben je weer helemaal up-to-date. En weet je precies wat er aan de hand is. Voor nu spreek je laat een glaasje water tot 4 flesjes bier. Mijn stem doet pijn, dus tot de volgende keer.